Op 7 september 1940 trouwden jullie en jullie gingen ook in de Naringweg wonen, op een paar honderd meter van het ouderlijk huis. Jullie zetten 4 kinderen op de wereld, Monique, Hubert, Raf en Danny. En ondertussen zijn er al 6 kleinkinderen, 5 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen. Vele gelukkige jaren in een goede gezondheid. En ik hoop dat dit vandaag een dag mag worden om nooit te vergeten. Proficiat, ik ga je 3 zoenen geven en dan ga ik het woord geven aan onze burgemeester. Proficiat, Mario. Dank u wel. Ja, ook op mijn beurt van harte proficiat met die 100ste verjaardag. Velen hier in de zaal dromen er waarschijnlijk van en ook anderen dromen ervan, maar weinig is het gegeven om 100 jaar te worden. En als je dat dan kunt doen in zo'n goede omstandigheden, mentaal en ook fysisch heel goed, nog heel gezond, dan, en daarbij, daarbovenop ook nog je verjaardag kunt vieren van thuis uit, denk ik dat we hier toch wel kunnen spreken over een unicum. Drink in en samen op uw gezondheid. Ik ga je dat geven, alsjeblieft. Wil ik u ook oprecht feliciteren met uw 100ste verjaardag, proficiat. En dat is het geschenk van de gemeente voor u, voor uw 100ste verjaardag. En ik wil de familie oprecht bedanken voor de uitnodiging dat wij hier vanuit de gemeente u vandaag bij zijn bij dat mooie feest. Bedankt iedereen. En dat is voor u. Applaus.